Yes, aflevering 2 van Men's Health Care Day 1, het nieuwe seizoen. Vandaag gaan we trainen met Mark Tuitert, want elke maand gaan wij trainen met een oud koffermodel. Ik wil namelijk weten hoe het met ze gaat en wat voor training ze nu doen. Ik zeg, let's go. Hoe is die? Ja, goed. Goed met jou, jongen. Goed je te zien. Ja, hetzelfde. Gaan we vlammen. Wat gaan we doen? Benen? Ja, ik moet dat tegen de schaatsen. De laatste keer dat ik tegen iemand iets met benen deed, dat was tegen Thomas Dekker op Expeditie Robinson. Ja. En dan ga je geheid verliezen. Dus ik vind het niet erg om benen te doen. Schaatsprongen dan. Ja? Zullen we schaatsprong doen? Ik vind het wel vet als we een soort van schaatsen. Ja, is goed. Is goed. Ja? Ja. Oké, dan gaan we dat doen. Maar dan moet je me wel heel laten, want ik weet hoe heftig dat is. Maar we gaan eerst even wat foto's maken, want ja, sure. We zijn ook voor Menshelp bezig. En daarna mag je me helemaal slopen. Ja? All right, let's go! Dat was een geintje. Komt wel op die kant. Maar jij deed dus bij het schaatsen, deed je echt maar specifieke oefeningen. Ja, eigenlijk wat we doen is, alles is gericht op hoe snel je een gewicht omhoog trekt. Ja. Dus je bouwt vermogen op, kracht op, maar niet te sterk. Dus op een gegeven moment kappen we mee. We gaan niet alleen maar kilo's zoeken, maar het gaat erom dat je best wel wat kilo's, maar ook snelheid. Dus alles wat je wil is kilo's pakken, hier snel trekken. Hoeveel soorten oefeningen deden jullie dan als jullie de sportschool ingingen? Ja, dat valt mee. Eigenlijk maar 2 of 3. Squatten, cleans, ja, eenbenig, sprongen. Ja, dan gaan we er 2 of 3 doen. Lijkt me goed. Als ik heel hard trainde, ja? Dan was dit iets wat ik net trok, 80 kilo. En nu dacht je bij jezelf, ik ga dat gewoon meteen doen. Ja. Ja, ik kan het niet eens met deze schouders. Mijn schouders zijn helemaal in de vernieling, dus ik kan het niet eens. Ga ik het proberen? Nee, ik ga het niet doen. Dan help ik mezelf weer naar de kloten. Oké. Okay, je zou jezelf niet naar de kloten helpen? Nee, daarom. Dat zou ik niet doen. Ik wil alleen nog een keer 90 proberen. Ja, wat ik deed in mijn toptijd deed ik 80. Nu train ik niet meer zoveel. Dus ga ik gewoon 90 doen. Klinkt super logisch. Wow, lekker hoor. Hey, hoe bijzonder is het voor jou om als topsporter als ex-topsporter op de cover van de Men's Health te hebben gestaan? Ja, in mijn toptijd dan heb je heel veel interviews over van alles en nog wat. En meestal gaat het over topsport, niet zozeer over je levensstijl. Dus toen had ik het nog niet echt door. Maar nu je meer die topsportwereld uit bent, is het. Is het dan eer? Ja, merkte je dat ook daarna pas? Want ja. Ik kan me voorstellen dat als je in je toptijd zit, dat je denkt bij jezelf, ja, nou, ik doe interview na interview, fotoshoot na fotoshoot, ja. Cover Men's Health. Terwijl voor mij was het iets van, ik werkte er naartoe, het was zoiets, ja. het was de topsport bijna. Ja, maar dan is het nog veel toffer natuurlijk. Als je één doel hebt, daar kun je naartoe werken, ja. Dat wil je gaan doen, dan ga je er helemaal all in en dan heb je een schema, dan werk. Alleen als je topsporter bent, dan heb je oogklep op, ja, dat deed je ook. Je hebt maar gewoon één doel, dat is die wedstrijd winnen. En hoe ze over je schrijven, op welke foto's. Het is mooi, het is leuk, maar eigenlijk doet het er helemaal niet toe. Je bent gewoon bezig met die wedstrijd te winnen. Kijk, je moet je voorstellen, je bent 2 weken op een trainingskamp. Dan ben je snoeihard aan het trainen. Nou, hoe ziet je training eruit? Schaatsen doen we eigenlijk alles. Dus je gaat fietsen, nou, ga je 3-4 uur fietsen. En dat is hard longen, aeroop. Ja. Dus het kan rustig zijn, het kan iets intensiever zijn, maar dat is cyclisch. Dus je staat op het fietsen. Nou, in de middag sta je zomaar 2 uur lang te springen. Dan doe je schaatsprongen. Hè? Plio's, ene been, andere been, dat is allemaal balans, kracht, snelheid. Ja. En daar, als je ergens spierpijn van krijgt, ja. Is geen schaatser die ongeschonden met een hele mooie rug uit zijn topsportcarrière komt. Wij zitten helemaal voorover gebogen, er komt zoveel druk op je tussenwervelschijven. Ze zijn zelfs naar één kant iets afgesleten van de bochten. Echt? Ja, als je mij op een MRI legt, dan kun je zo zien dat ik een schaatser ben. Maar dat is gewoon slijtage en daar heb je last van. Ook tijdens het schaatsen meer. Ik moet zeggen, als ik nu gewoon mijn hele core train, mijn bovenlichaam, wat ik al schaatsen veel minder heb gedaan, dan voel ik me wel lekkerder en dat moet ik blijven doen. Om mijn lichaam gewoon goed te houden. Anders als ik dat ga verslonsen, joh, dan pas komen die problemen naar boven. Wanneer was je dan op je meest gelukkig? Is het dan ja. Nu je gestopt bent en doet waar je zelf zin hebt? Of was dat toen je vol in de topsport was, ja. Zat en prijzen won? Ja, goede vraag. Als sporter denk je altijd, ik ben gelukkig als ik goud win. Hè? Ja, toch? Ja, maar dat is zo'n misvatting. Dat had ik gelukkig wel door voordat ik goud win al. Ik dacht al, als ik het niet win, dan moet ik toch iets doen
ik moet voldoening krijgen uit mijn carrière. Dus ik wil een heel hoog doel stellen, goud winnen. Ja. Maar ik zag ook altijd de lol veel meer in. Hoe werkt je lichaam? Hoe schrijf ik een schema? Biologie, psychologie, trainingsleer. Gewoon meer de ontdekkingstocht. Maar ben je... Ik ben daarna wel in een soort van gat gevallen. Ja. Als een soort van blinde paniek. Ook omdat het bij mij onverwachts was dat ik moest stoppen. Mm-hmm. Jij wist het al van tevoren. Was je erop voorbereid? Ja, ik ben in de sportwereld in het schaatsen gaan werken. Wat een heel klein wereldje is. En eigenlijk dacht ik na die 2 jaar, nee, dit is allemaal niet wat ik wil. Ik wil voor het schaatsen bezig zijn met zien wat ik... het schaatsen wil ik meemaken. Dus dat doe ik nu bij de NOS als analist. Dat is super tof. Dan sta je er toch buitenaf, maar je kan... Maar toch even erin duiken. Je kan erin duiken en zeggen wat je vindt zonder dat iemand meekijkt. En gewoon lekker eerlijk zijn. Ja. Ja, en ik ben daarna 2 mannen tegengekomen, 2 kerels, en daar ben ik samen mee gaan ondernemen. Met z'n drieën doen we nou First Energy Gum, maken we een kauwgom voor sporters onder andere. Dat werkt als een tierenlier. Ja, hè? Je hebt hem getest. Ik heb hem wel meerdere keren getest, ja. Kijk, als je dan nu mag kiezen, je topsportleven herhalen of doorgaan met wat je nu doet? Ja, ik heb mijn topsportleven nooit willen missen, maar ik ben prima gelukkig met wat ik nu doe. Ik heb echt wel mijn draai gevonden en ik zou dit echt niet willen missen. Ik heb topsport ook goed afgesloten. Hè. Ik had een laatste wedstrijd, een laatste Olympische Spelen, goed gepresteerd, heel mooi afscheid. Dus op mijn afscheid kijk ik heel met vol trots en met een heel goed gevoel kijk ik daarop terug. Dus alles wat ik, dat heb ik kunnen afsluiten, joh. Ik sta ook bijna nooit meer op een ijsbaan. Nee? Nee. Heb je er nu, misschien raar, heb je een soort aversie tegen tijd gekregen? Wat ik me heel goed kan voorstellen. Nou, wel tegen de druk van een paar tienden, een paar honderdste. Daar zit voor mij de uitdaging niet meer in. Hoe is die druk dan? Nou, ik ken dat niet. Niemand hier. Nee. Er zijn een hoop mensen. Niemand kent die druk. Nee. Voel je die in die laatste 2 slagen die je maakt, voel je dan... Ik ga hier op een paar honderdste winnen of verliezen. Voel je dat? Weet je dat? Nee, je voelt... Zeg maar, ik was altijd goed in training. Als je rijdt bijvoorbeeld rondetijden, moet je rijden. Dat is de opdracht van een training. En heel gek, dat voel je dat je op de tiende van een seconde kun je rondjes inschalen. Hè? Ja. 400 meter, rondjes 30-0. Die kan ik redelijk goed steady wegzetten. Ja. Maar in een wedstrijd laat je dat wel los. En dat zit niet zozeer de tijd die je in je hoofd hebt, maar je weet gewoon... Schaatsen is een gevoelsport. Dus je hebt bijvoorbeeld, je balanceert op een millimeter dun ijzertje. Dus als ik nu zelfs nog mijn schaats aantrek, ik heb mijn ijzer 1 millimeter verschoven, dan voel ik dat. Ja? Ja, ook al heb ik ze een jaar niet aangehad, voel ik. Als je dan nu terugkijkt op de mensheldkoffer die je toen deed, ben je dan daar dus ook verschrikkelijk trots op, nu ineens? Of is dat voorbij? Nee, dat is voorbij. Ik wil hem eigenlijk nog een keer doen, maar dan echt. Ja? Dan net zoals jij. Ja. Gewoon volle bak trainen, een doel hebben. Ja, ik zou het zo doen inderdaad, dat ik heel fit ben. Dat je gewoon, weet je, je wil een goed gebouwd lijf. Dat is mooi, natuurlijk wil je dat ook. Alleen ook veel meer dat je dat vol kan houden. Weet je, je werkt ergens naartoe, dus je haalt een soort plateau. Daar wil je komen, dat is en daar wil je blijven. Wat zullen we doen? One-legged power rack? Ja. Ik weet niet wat je zei, maar dat gaan we doen. Dat dus. Ik begon altijd met voorslaan, zeg maar, de snelheid erin als je fris bent. Ja. Daarna door naar bijvoorbeeld eenbenig, om je beenspieren gewoon in je billen te trainen. Ja. Voor de hoeken. En daarna door naar plio's, om snappy te eindigen. Dat zijn allemaal dingen die ik precies niet kan. Dus dat is altijd leuk. Yes! Ik kan op verschillende manieren doen natuurlijk, maar ik pak hem gewoon... Okay, maar niet je, geen knie tegen de grond? Nee, geen knie. Ja, je kan heel laag gaan. Ja. Op zich wel. Ik kom nu minder makkelijk zo diep dan toen. Zie je? Merk je al. Eerlijk is eerlijk. Hop. Hop. Kom op! Kijk, hier zo makkelijk hier. Hoor. Hop. Nice. Dit is voor jou een makkie. Hoeveel deed je vroeger? 130, 140. Echt? Ja. Ja, ik was eenbenig, ging heel goed. Ja, dat is wel grappig. Ik doe dit ook gewoon heel weinig. Alleen dat is waar je groot mee geworden bent. Ja. Dat zit er zo in. Misschien had ik het ook wat meer moeten doen als ik er groot van had kunnen worden. Word je groot. Jay groeit. Ja, met één soort vraag en uit mag ex. Ja.
Ik merk dat gewoon alles in mijn lichaam zegt... No! Ja, en je enkels zijn kapot, jongen. Twee je enkels? Zie je? Ja, hier ga je door, Dat is mijn linker, hè? Ja, pas op. Ja. Topsport, jongens. Gezond. Dit is zo out of my comfort zone. Dat is niet normaal. Grappig. Ja, dit is mijn comfort zone. Ja, het is zo. Wat is het verschil? Ik merk gewoon dat ik nu al na een paar keer heb gedaan, denk ik al... Alsof ik weer aan iets totaal nieuws begin. Ja. En ik voel ook meteen weer frustratie. Hoezo kan ik het niet? Waarom lukt het niet? Ja, pak je squatten. Dat is ook iets wat ik aan het sport heb overgehouden, is altijd maar meer. We moeten meer, ja. we moeten meer. Ja, dat heb ik gelukkig. Toen ik 20 was, ben ik heel zwaar overtraind. Zo stond ik er ook altijd in, meer, ja. Harder. En dat zit ook in mijn systeem. Ja. Alleen ik heb wel geleerd om dat te overschrijven, zeg maar. Ja. Beter even mijn kop gebruiken. En daarom doe ik ook gevoel, hoor. Als ik denk van, ik ga niet meer lekker met mijn rug. Ja. Kap. Nice, heel goed. Oh. Lekker. Ja, dit is wel lekker, hoor. Goed voor je hamstringjes. Ik ben 2 of 3 broekmaten verloren toen ik gestopt ben. Ja? Ja, en dat voel ik eigenlijk best wel relaxed. Ja. Ik kan nu een normale spijkerbroek aan, heb niet zo'n dikke reet meer. Nee. Maar het is wel goed om dit te blijven doen. Dus wij deden eigenlijk alleen maar benen. Eerst 3/4 van de training was benen. Heb je dat nu ook weer te pakken, dat gevoel? Ja, ik voel ze nu pompen, ja. Ik voel dat je een stukje gelukkiger wordt ineens van, hey, dit is herkenbaar. Ik moet wel zeggen, toen jij trekkerde, toen je zei van, als je traint voor een mens, halfcover, ja. Als je echt een doel hebt, en ik wil gewoon fit blijven, dus ik denk, nou, benen is wel goed, maar het is ook wel lekker om een beetje kilo's te laden, hoor. Ja, hè? Ja, ik heb nu alweer, ga naar de 100, 120. Zal je 1 keer 100 doen? Ga ik 100 doen? Wil je 1 keer 100 zien doen? Ja. Tijdje geleden, hoor. Dit is echt... Ik moet toch een beetje spelen, hoor. Dat is echt veel. Oké. Okay. Kom op. 100. Let's go. Lekker, hoor. Wat een power ook omhoog. Ja. Nee, luister. 100, hè? Ja, lekker. Ja, dat is dus, kijk, dat zijn de oefeningen die je... Deze oefeningen zie je niet zo vaak. Weet je wel, daarom weet je ook hoe zwaar ze zijn, omdat het gewoon echt afzien is. En 100 kilo is echt veel, hè? Is gewoon, dat moet je echt kunnen. Ik kan het gewoon niet. Het is heel simpel. Ik wil het wel proberen, maar na 1 keer omhoog komen, spat alles uit elkaar in de benen. Ja, dat voel je, hè? Ja. Je hamstrings, je reet. Zullen we door naar de volgende? Laten we doen, ik vind het goed. Het zijn pliometrische schaatsprongen. Oké, nou dat klinkt alsof ik dat nog nooit heb gedaan. Nee, hier, als je iets af wil breken, dan moet je dat doen. Ja, dat zal ook een succes worden. Bedanken. Graag gedaan, het is voor mij een grote eer om met Olympische atleten te trainen. Ik vind dat het besef dat je zo lang naar iets toe traint en dan ook nog kan presteren, ik vind het keihard. En dat ik dan nu ook maar een heel klein stukje heb mogen proeven, is heel erg vet. Dit was weer een toffe combinatie in samenwerking met Mensheld natuurlijk. Lees ook het interview, staat in het blad van ons tweeën. Vette foto's erbij. Volg Reebok.nl even op Instagram. En de man himself, waar kunnen ze je vinden? Instagram, Mark Tuitert, Twitter, Facebook. Alles, Mark Tuitert, het geen enkel probleem. Hij heeft trouwens ook zijn eigen energy gum. Yes, firstenergygum.com. Firstenergygum.com, geloof me, die shit werkt. Dank jullie wel voor het kijken. Laat even in de comments weten wat jullie ervan vonden. Vergeet niet te abonneren. Dit was Day One. Tot later.